Oké, poging 286.324 of zo. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Ik heb net gedoucht. Ik denk, maak er even gebruik van dat Marcus Sarah naar school heeft gebracht. Dus ik heb even alles goed gedaan. Al moet ik zeggen dat ik nu wel heel veel last van mijn benen heb ondertussen. Maar goed, even een lekkere dikke laag dagcreme erop. Want mijn huid is heel erg droog. En dan zo lekker even aankleden. Ik maak mijn pas op dadelijk als ik de deur uit moet. Ik moet Sarah wel uit school halen. Maar ik heb wel het gevoel dat gisteren heel veel rust met mijn been wel wat beter heeft gedaan. Dus dat scheelt. Oh. Zo, ik voel echt gewoon dat die crème helemaal naar binnen trekt gelijk. Echt. Het was echt zo droog. En dit is wel echt een hele lekkere voelende crème dus. En dat is wel weer heel erg fijn. Zo, helemaal kapot van het douchen. Doet zo'n pijn. Dus even een rustmomentje en weer muziek afluisteren. En wel grappig, omdat ik al die muziek aan het afluisteren ben. Dan krijg je echt door wat voor uiteenlopende muzieksmaak ik heb. Want er zit echt, noem maar op, en het zit er geloof ik wel tussen. Nee, dat is niet waar. Ik heb geen metal of echt zware rock of zo, dat dan weer niet. Maar ik heb van Nederlandstalig tot hip-hop, R&B, salsa, eclectic, nog wat house, heel soms wat trends erin. Noem het maar op. Dus ja, het is wel echt een hele uiteenlopende lijst. Hele onderneming gehad voor niets. Ik ben naar school gelopen met mijn kruk. En dat was best wel zwaar. En toen moest ik teruglopen, toen zei Julie, zal ik je anders even afzetten? Nou, daar heb ik even dankbaar gebruik van gemaakt. Dat was wel heel erg prettig. En toen kwamen we hier eigenlijk net aan en Julie had nog iets voor mij. Dus dat ging ze uit de auto halen. En Noah was nog even binnen. Toen kwamen Mila en de moeder alweer binnen of Sarah daar wilde spelen. Dus Sarah is nu mee, terwijl ik die net ook op het schoolplein zag. Dus eigenlijk, eindstand ben ik voor niets naar school gelopen. Maar op zich even naar buiten was wel lekker. Maar eindelijk zit ik gewoon weer alleen thuis. En had ik dus eigenlijk gewoon met mijn been omhoog kunnen blijven zitten. Maar echt, ik word het zo zat tot stilzitten. Dus ik denk dat ik toch even zo ga kijken of ik een klein beetje uit het reservoir kan opruimen. Want ik roep al maanden dat hij weg moet. En dan moet hij ook echt. Maar het komt er elke keer gewoon niet van. Dus Nou, ik heb mijn kleine meisje eindelijk weer. Even knuffeltijd. En ze heeft zo hard gespeeld dat ze te moe is om de kamer nog even op te ruimen. En ik wil vandaag niet meer. Dat gaat niet meer lukken. Dat... Oh, dan ben je te moe. Dan is het al nacht als ik er nog mee bezig ben. Nou, zo troep is het nou ook weer niet. Maar het moet wel even netjes. Oké, poging 286.324 of zo. Om op te ruimen in huis. Dit is echt zo'n laadje waar alles maar ingegooid wordt altijd. Maar ik moet pas al deze kast gewoon leeg. Die kast is kapot, hij moet gewoon weg. En ik weet ook niet of ik hier een nieuwe voor wil. En hier liggen echt, dit heeft Marco gekregen. We hadden natuurlijk zitten kleuren. En toen heeft Sinterklaas dit aan Marco gegeven. Kleuren voor volwassenen. Nou, sindsdien hebben we niet meer zitten kleuren. Deze wel heel leuk, maar deze komt wel bijna voor pas. We maken natuurlijk elk jaar die vision board. En deze vond Sarah vorig jaar echt heel leuk, maar ik vind hem ook echt heel tof. Maar niemand kon hem gebruiken omdat we meer toffe dingen hadden, dus die zou ik bewaren. Maar ik denk dat ik die dadelijk dan even bij de tijdschriften doe. Ik heb boven tijdschriften verzameld, die dan gebruikt kunnen worden deze maand. Want dan gaan we weer nieuwe vision boards maken. Ik moet ook nog doeken daarvan halen. Maar ook allemaal dit soort dingetjes, weet je, allemaal van die losse setjes en sommige dingen zijn ook uit de doos gehaald. Waarom weet ik niet. Maar dit hoort volgens mij hierbij. Dit is
om sieraadjes te maken, geloof ik, ja. Hier kan je dan allemaal sieraden in maken, maar dat is allemaal uit elkaar zonder doos. En wie dat heeft gedaan, weet ik niet. Dat hoort daar denk ik ook bij. Ik heb wel een beschrijving. Onverwacht, ik denk, waarom zitten er zo van die dingetjes bij? Maar het zijn verschillende vormpjes, zie ik. Met korteltjes. En dan kan je dat op zo'n folietje of een kaart leggen, geloof ik. Of er zit ook voor vormpjes bij. Kijk, dit allemaal. En dan kan je daar eigenlijk zelf sieraden mee maken. Oh, hier, even een voorbeeld. Zo kan je dan bijvoorbeeld oorbelletjes maken. Of armbandjes. Dus dat is wel heel leuk. Alleen, ja, het ligt er dan weer te liggen. En volgens mij, ik ben niet zeker. Ja. Kijk nou. Zij heeft er dus nog een gekregen van Sinterklaas. En die ander voor de verjaardag. Misschien kan ik het wel in één doos doen. Dan zou het een stukje schelen, maar dan krijg ik deze. Oh ja. Want dit is volgens mij de kleinere set ervan. Kijk, hier zitten dan ook voor de oorbelletjes in. En dat ligt er dan. En op de een of andere manier doen we het dan nooit. Kijk. En misschien wel staan met die andere doos. Het gaat deze manier ook open. Okay. Let's see. Maar deze is toch wel anders van binnen. Dit is denk ik een vervolgdoos. Want hier zie je wel weer andere figuurtjes. En een zo'n stift en vormpjes. Dat is hopen. Deze kant ligt ook helemaal vol. Dit is wel leuk. Dit, toen ik met Sarah zat te strijkkralen. Even kijken of ik hem goed laat zien. Heb ik zo de naam gemaakt. Nou, moeten we ook nog even kijken waar we die gaan laten. Zit zijn nog steeds stickers van dat keukenboek. Tatoeages van Sarah. Oh. Zie je, dan vind ik weer. Daarom denk ik, doe het in die doos. Want overal losse dingen daar komen. En een leeg zakje, ook zo logisch. Oh, daar heeft een ballon in gezeten, want dit is dus zo. Oh, dit is ook wel leuk. Dit zijn stickers met de naam. Die ze vorig jaar voor de verjaardag al gekregen. Slijm maken. Geweldig. Ik hou echt niet van slijm. En stoepkrijt. Nou, krijt ze dan nooit. En we hebben echt, dat ligt buiten in de schuur, echt zo'n box helemaal vol stoepkrijt. Want dat komt overal vandaan. Of je staat er in de winkel en ze krijgen het ergens bij. Of noem het maar op. Dit moet wel. Dit is de kast. Ik zou ook echt gewoon niet weten wat ik met deze dingen allemaal moet als ik het ergens anders moet gaan leggen. Ik heb een nieuwe tik en dat is niet goed, maar dit is zo lekker. Nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Deze kleine dame, oh je hoort een piepje. Die wil gewoon bij mij knuffelen. Iemand was ooit mijn kat. Maar je houdt meer van meneer, hè? Ik ben een mannenkat. Dus het heeft Marco boven mij verkozen. Maar heel soms wil je nog wel bij mij knuffelen. Ja, dat vind ik heel gezellig. Ik vind dat zo leuk, al die lampjes voor de kerst. Alleen, enige nadeel is dat je ook weer alles uit moet zetten als je naar bed gaat. Of we moeten alles aanlaten, maar dat vind ik ook niet helemaal de bedoeling. En het zijn er nog veel. Zo. Maar goed, ik had nog een vlog aangezet om te renderen. Die is klaar. Moet alleen nu de kerstboom nog uit. En het is nog net voor 12. Dus ik ga op tijd mijn bedje in. Bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Abonneer je dan hieronder even op mijn kanaal. Dat vind ik helemaal leuk. En dan zie ik je morgen. Doei doei.